Mil Generaties was en is het een mooi recreatiegebied voor jong en oud, Daneke. Natuurmonumenten heeft de planning dat 18 van de 21 hectare van het gebied voor natuurgraven gebruikt gaat worden. Dit in samenwerking met Natuurbegraven Nederland BV. Hier is Houd Daneke Levend in protestactie tegen gestart. We laten hier beide partijen aan het woord en we beginnen met Houd Daneke Levend, die op 19 december jongstleden de eerste bijeenkomst hield in de zaal van het Reuniegebouw. Jongens, vandaar net opletten, dan gaan ze dat alweer een oor aannaaien. Dan mogen we dadelijk niet meer recreëren zoals we dat willen. Dan moet onze kenner stil zijn, dan moet onze kleinkenner stil zijn. Want het is een begrafenis, et cetera, et cetera. Hij gaat niet meer weren zoals we hem gewend zijn. En er zijn heel veel u het niet meer eens. We hebben hier een actiegroep opgericht. We hebben een actiegroep opgericht. Houd Daneke levend. En uiteraard ook voor de levenden en niet voor de doden. Dat is een website voor. En ik heb flyers, ik heb een hele hoop dingen. Je moet vechten tegen een BV die er 30 miljoen euro wilt aan verdienen. Wie koopt hier aan uw budget? Nou, het is in eerste instantie liefdadigheid, maar we gaan dadelijk over een crowdfunding actie opzetten. En de kennende lui gewoon doneren wat ze willen. Al is het 2,50, al is het 2 euro, het maakt allemaal niet uit. Alles is welkom. Dus we proberen zoveel mogelijk geld bij te krijgen om zoveel mogelijk actie te vullen. Toen het me bekend was wie grote plannen waren, hou ik zo graag van, dat is, ja, ik vind dat, persoonlijk vond ik dat te ver gaan. Ik ben toen met lui gekallen en wat gewoon naar voren kwam, tot eerst plaats, binnennemers wisten vanaf wie grote plannen, wat de impact was. En nemers worden voor. Dus het was op een gegeven moment voor mij vooral belangrijk dat de mensen vanaf wisten. En toen op een gegeven moment bleek, wie meer lui er vanaf wisten, dat iedereen er tegen was. Tot die op een gegeven moment, ja, dat jemers moet de kar trekken. Dus we moeten als gemeente en als inwoners van de gemeente en vooral als gebruikers van Daneke, wat voor een stem hebben. Want dit gaat gewoon ons belevingsplezier enorm beïnvloeden. Ja, en dan, ja, wat ik zeg, ik ben de kar gaan trekken, maar ik ben nu niet de enigste. We hebben 3.500 handtekeningen. Vandaag het hier vanavond de zaal vol gezeten. Iedereen wil helpen, dus ja, dat dreef me. Ik wil gewoon zorgen dat mensen inspraak krijgen. We vinden het heel mooi dat heel veel mensen zo betrokken zijn bij de Danekerberg. En we vinden het ook belangrijk dat de mensen heel goed geïnformeerd zijn en ook betrokken zijn in het proces. En we hebben ook in 23 al een aantal bijeenkomsten gehad om mensen mee te nemen en te informeren en allerlei input op te halen. En komende 25 januari hebben we weer een inloopavond en middag, waarin we zeg maar de tot nu toe opgehaalde informatie willen toetsen. Van hey, dit is hoe ver we nu zijn en hebben jullie nog nieuwe ideeën, wensen, zorgen? Laat het weten, zodat we dat ook goed in de plannen kunnen verwerken. Je hebt gehoord van de plannen van de natuurgraven. Ja. Wat denk je wat het voor een impact voor u zou hebben? Nou, voor mij zou dat betekenen dat ik in ieder geval dat stukje rust wat ik hier uithaal, dat verdwijnt natuurlijk. Want het wordt veel drukker. Ze zijn van plan om 6.000 graven hier te maken. En ja, dat is gewoon een gans dorp wat die kinderen gewoon begraven. Dus ja, het zal veel drukker worden. De weg, de toegangsroutes zullen veel drukker worden. Als ze hier wil slopen, ja, kind ze nog überhaupt door het bos lopen? Wordt alles afgesloten met prikkeldraad of met hekwerken? Ja, wie zit het met de populatie van herten die hier rondlopen? Of reetjes zijn dat dan? Wie zit het met, ja, gewoon met alles? Met de onderbegroeiing, met de eekhoorns die hier rondhupsen? Er zitten hier heel veel dieren in dit bos. En ja, dat zal volgens mij allemaal verdwijnen als dit allemaal gewoon veel drukker gaat worden. En dat zal zeker de bedoeling zijn, want het moet ook geld op gaan leveren, denk ik. Want 6.000 graven, ja, reken maar uit wat dat gaat kosten. Ik denk dat natuurmonumenten daar een flinke duit aan gaat verdienen. Hier op de Danekerberg wil Natuurmonumenten samen met Natuurbegraven Nederland werken aan natuurontwikkeling en vergroting van recreatie. En daarin hebben we 30, 40 jaar de tijd om langzaam stap voor stap graven ook aan te bieden. Nou, zijn mensen hier opgegroeid, generaties hebben hier gespeeld, gerecreëerd, gesport. De flora en de fauna, mensen maken zich grote zorgen dat het niet meer kan zoals ze het gewend zijn en dat de flora en de fauna aangetast wordt. Is dat zo? Nee, daar hoeven mensen zich echt geen zorgen om te maken.
De Danikerberg is een natuurgebied en blijft ook een natuurgebied. En de mensen zijn, de bezoekers zijn hartstikke welkom. En wij vinden zelfs dat wij hebben de ambitie om de Danikerberg met natuurontwikkeling en extra recreatiemogelijkheden uit te breiden. En juist die samenwerking met Natuurbegraven, daar kunnen wij echt een hele grote belangrijke stap zetten. Ja, ik vind het natuurlijk altijd wel fijn dat Emmens een eeuwige rustplaats heeft. Het is alleen hoe mijn opa in 1963 het bedrijf omgebracht. In plaats van een boerderij moest er een recreatief doeleind van de gemeente ervan maken. Nou hebben we in principe er alles aan gedaan. En er wordt dan in een keer een begraafplaats achterom gelacht. Wat het veel met de paard altijd weer gaan uitrijden. Dat is eigenlijk als doel in de zomer met de kinderen om fijn de bos in te gaan. Nu zie ik ook heel veel kinderen, ook al is het slecht weer, moeten spelen bij de Zandberg. Dat heb ik vroeger ook altijd gedaan. Ja, dat wilden ze eigenlijk allemaal ontnomen. Dus dat vind ik wel heel jammer als dat dan voor Emmens met een eeuwige rustplaats moet schuiven. Dat we dat hier dan moeten laten gebeuren. Nou, de Danikerberg is en blijft een natuurgebied met echt recreatiemogelijkheden. Mensen blijven welkom. Er worden ook geen paden afgesloten. Er komen denk ik zelfs meer recreatiemogelijkheden om op zo'n plek als dit met mooie nieuwe paadjes. Onze ervaring is dat over een aantal jaren, na een aantal eerste jaren op een natuurbegraafplaats, dat er eens in de 1 à 2 dagen een natuurbegraving is. En dat is ook een hele rustige gebeurtenis. En je gaat met een beetje respect daarmee om. Maar de meeste mensen hebben het niet door. Je moet het ook maar net treffen. Nou, op 25 januari is dus de inloopbijeenkomst. En op onze website www.natuurmonumenten.nl en dan zo'n schuine streep Danikerberg. Daar staat alle informatie over de inloopbijeenkomst, hoe je je kunt aanmelden. Je kunt je aanmelden voor nieuwsbrieven. En we hebben ook een speciale excursie op 20 januari naar de Mokerhei. Dus een natuurgebied waar natuurontwikkeling en recreatie hand in hand gaan, samen met Natuurbegraven. Dus iedereen is heel erg welkom om zich op te geven.